tijd, de natuurlijke tijd, waar blijft de tijd? Chronos, Kairos, beleef de tijd. Hoi, daar zijn we weer van Finding a Better Way to Live. We zitten hier met Hans, die heeft een hele bijzondere plek in Frankrijk. Ik heb hier 2 hectare waar ik, die ik 17 jaar geleden gekocht heb. Er was 30 jaar niemand geweest. Ja, in de loop van de jaren ben ik de panden gaan restaureren en ben ik in het initiëren van jonge mannen terechtgekomen. Dus het klaarmaken van jongens voor de volwassen wereld. En daar klus ik mee, dat doe ik metselen, timmeren, tuinwerkzaamheden, lassen, smeden. En dus waar je met die lange bijl echt die flinke klap uitgeeft, kun je met een handbijltje kun je wat meer gericht zijn. We zijn weer bij een composttoilet en dit is het afscheidtoilet. Ga jij iets afscheiden hier? Ga ik doen. Het is ook een kunstwerk. Moet je kijken. Nou, doei! Wat een ervaring, alsof ik naar een museum ben geweest. Ik sta hier naast Liewe. Liewe, je hebt hier 9 maanden gewoond. Ik heb in de tijd dat ik hier woonde, heb ik een initiatie gevolgd. En ik heb een leemhut gebouwd. Een initiatie is een periode waarin jonge mannen, jongens die op een kruispunt in hun leven gekomen zijn, zich terug kunnen trekken van hun omgeving thuis. En in een kleine wereld kunnen uitzoeken waar ze staan en wie ze willen worden. Chronos, Kairos, beleef de tijd. Gebrek stimuleert creativiteit. Van wat als je niet naar de bouwmarkt kan? Als ik nou eens even geen plastic ga kopen, waar is het dan in de natuur? En dan heb ik vlierentakken uitgehold met een, ja, dat is een gootsteenontstopper op de schroefmachine. Dan zo erin, een stukje merg eruit trekken. En die heb ik dan vastgezet met braamspleut. Stukjes van gespleten bramen, eikenpinnetjes. Wat Hans hier ook heeft, is een heel klein badje. En dat moet ik natuurlijk even uitproberen, want dat schijnen we overal te doen. Hey Oscar, je hebt je zwembroek nog aan, hoeft niet in bad. We zijn hier bij deze trap, die heb jij ook gemaakt. Kan je iets vertellen over het ontstaansproces? Ik had hier deze muur had ik al bepaald. Dit is overigens de kinderkamer hierachter. Ja. Waar ik met hout van eigen terrein een leemmuur als vakwerk tussen gezet heb. Omdat ik dat had bepaald dat ik die kamer zo groot wilde hebben, had ik wel zoiets van, nou die trap die wordt te stijl, dus dan moet ik knikken. Dus ben ik op mijn terrein gaan zoeken naar een boom die een knik had. Nou, daar vond ik dus deze hier. Nou ja, en uiteindelijk heeft die trap zichzelf ontworpen. En heb ik het idee alsof ik erachteraan liep. Ik ben gaan schilderen. Ik ben met leem aan de gang gegaan. Ik heb hier leem op de trein, dat is goud waard. Ja. En toen ben ik experimenten gaan doen om die leem te kunnen binden. En ben uiteindelijk op maïzena uitgekomen als een goed bindmiddel om het veeg vast te maken. Dat zijn ook de kosten van deze trap geweest, 1,63 euro, pak je maïzena. Nou, je merkt op een gegeven moment wel dat de leem zeg maar, niet meer alle gras bekleedt. Nou, dat is het punt dat die goed is. Het voelt nog zo lekker. Ja, hè? De huid wordt er helemaal zacht van. Beetje spannend bruggetje dit. Wel weer heel creatief. Gaat naar deze boshut. Die geen boshut is, maar binnenin zit een caravan. Ook al heel creatief. Je zegt gebrek stimuleert creativiteit. Waarom is die creativiteit belangrijk voor jou? Ah, dat is voor mijn ziel. Weet je, dan krijg ik gewoon een grotere kick van wat ik gemaakt heb. Stel je voor, zo'n project heb je binnen 10 jaar klaar. Wat dan? Ja. Kijk, weer een nieuwe ruïne kopen. Nou, hier heb ik een venstertje gemaakt. Het interieur van de muur te kunnen zien. Dit is namelijk low budget isoleren. Isoleren is lucht opsluiten. En chipzakken die hebben ook nog eens een keer een reflecterend laagje. En om de volume in die chipzakken te krijgen, heb ik dus het mos wat ik dus het gras uitgeverticuteerd heb, gedroogd en erin gepropt. En dan met een niet-machine zo op de achterwand getagd. Wat neem jij hiervan mee in jouw dagelijks leven in Nederland? Zelfredzaamheid is eigenlijk het eerste woord wat in me opkomt. Het is een kleine wereld waarin direct en op een eerlijke manier gespiegeld wordt. Ik heb de tools, als het ware, de handvaten, om
op mijn omgeving te reflecteren. En om te kiezen waar ik sta in mijn omgeving. En dat is een van de punten die ik hier geleerd heb, waar ik nu ontzettend veel aan heb. Mm. Ja. Beleef de tijd. Hans, dank je wel voor je tijd en voor je rondleiding hier. Heel bijzonder. Ja. Als je Hans de pagina wil bekijken, dan kan dat op De Natuurlijke Tijd, ook op Facebook. En volg ons als je meer van onze filmpjes wil zien. En dan zeggen wij tot de volgende keer. Doei! Au revoir!